ga me eigenlijk eerst even netjes voorstellen. Ik ben Dick, advocaat. En ik zie heel veel van jullie kijken van verrek, ik ken die vent ergens van. Waar heeft hij een bekend gezicht? Dat kan kloppen, ik ben gespecialiseerd in echtscheidingen. Hallo! Allemaal dezelfde koppen, alleen één partner doorgeschoven allemaal, hè? Ja. Maar goed, ik ben gespecialiseerd in echtscheidingen. Dat komt namelijk zo, ik handel het hulp begrijpelijk af voor de mensen. Ik hanteer een hulp begrijpelijk verdeelsleutel, zeg maar. Als ik een echtscheidingszaak heb, het huis ging naar de man, auto en de kindjes gaan naar de vrouw, spaarcentjes naar men. Hey! Ik ben gespecialiseerd in echtscheidingen, helaas ook privé, momenteel, kan ik wel zeggen. Want ze zeggen altijd, de dag dat je gaat trouwen, dat is een trouwdag. De dag dat je gaat scheiden. En bij mij waren mijn trouwdag aan de scheiddag, kan je mij voorstellen? Want ik weet toch, wij stonden voor de ambtenaar van de burgerlijke stand. En die vent die zegt tegen ons, dan verklaar ik u hierbij tot man en vrouw. Ik zeg, en waar waren wij voor die tijd dan, mafkees? Maar goed, nou heb ik dus, dat is een beetje pijnlijk om te vertellen dit. Ik heb dus pas geleden ontdekt dat mijn vrouw al 2 jaar een buitenlijke relatie heeft met mijn beste vriend. En het ergste is, die gozer die blijft gewoon ontkennen, hè. Nee, ik ben jouw beste vriend niet. Maar goed, als je zo de hele dag mee echtscheidingen en zo bezig bent, dan hadden op een gegeven moment hadden wel voort in de gaten dat het niet altijd alleen maar aan de vrouw ligt. Het ligt niet altijd alleen maar aan de vrouw. Het ligt ook vaak aan de moeder van de vrouw. Weet je eigenlijk wat er is, scheiden? Dat is als papa en mama elkaar niet meer lief vinden.